het allerbeste boek. Was prominente Nederlanders nog te zaken hetten? Vandaag sluit onze speciale allerbeste boekenweek sluiten we af met het favoriete boek van filmmaker Jean van der Velde. Jean, goedemiddag. Goedemiddag. Welk boek moeten we zo snel mogelijk lezen volgens jou? Patrick Modiano, Om niet te verdwalen. Het is geen Duitser. Ik weet dat Duitsland in de belangstelling staat op dit moment. Maar het is werkelijk een fantastisch boek. En ik ben al ruim 30 jaar fan van Modiano. En ik heb eigenlijk hier al zijn boeken zo ongeveer gelezen. Waarom raken die boeken mij? Ik dacht, ik kan daar iets intelligents over zeggen. Maar laat ik iets persoonlijks over zeggen. Ja. Ik ben geboren, Erik Kortom, kent die plek, in Bukavu. Ja, zeker. Bukavu. En ik ben opgegroeid als jongetje in Bukavu. Net het staartje van het koloniale tijdperk. Daarna Bujumbura, Burundi. En ben daar als jongetje in de wereld terechtgekomen van, zeg het maar, witte gelukszoekers. Mensen met name als Karel Millet de Saint-Aubin, Jacques Saint-Simon, de lijfwacht van de koning. Mwami Mwambutsa de Vierde, die vaak in Burundi Palace met zijn Zwitserse secretaresse dineerde. Madi de Valens, allemaal van dat soort mensen. Gelukszoekers, Libanezen, goudhandelaren. Belgische zwarte schapen van adellijke families. We hebben het over Congo, hè? Ja. We hebben het over Congo en Burundi. En dat is een wereld waar ik op een gegeven moment als 12-jarig jongetje uitgeteleporteerd werd naar een kostschool in Nederland. Bij broeders. En Modiano heeft eigenlijk eenzelfde soort leven gehad. In die zin, hij werd geboren in het laatste staartje van de Wereldoorlog. Had een Belgische moeder die revue-danseres was en actrice. Een vader die een louche Italiaanse Joodse handelaar die met de Gestapo heulde. Hij had een soort van schimmige wereld van mensen die allemaal niet te vertrouwen waren, op zoek naar geluk, allemaal randfiguren. En is toen ook op een gegeven moment naar een kostschool gestuurd. Al zijn boeken gaan eigenlijk over mannen die op zoek zijn naar het verleden. Die de gaten van het verleden proberen te dichten. Die met een zweem van melancholie terugkijken. En aan de hand van namen, flarden van briefjes, notitieboekjes, agenda's, iets proberen te ontcijferen. En het lukt eigenlijk nooit helemaal om dat verleden te begrijpen. Om niet te verdwalen is er een schrijver die zijn adresboekje verliest. En er is een man, een Gilles Ottolini, die heeft het gevonden en die brengt het bij hem terug. En die is geïnteresseerd in een van die mannen die in dat boekje staat. En zo komt een zekere Guy Torstel. En je weet niet wat er aan de hand is, maar langzamerhand vlinder je door het verleden en probeert die schrijver, Jean d'Aragan, zijn jeugd te ontwaren. En waarom die zo fundamenteel eenzaam en alleen is. En dat doet hij zo mooi en zo te loops. En verwacht geen boek met een spannend plot, waar je van links naar rechts en ontknopingen. Eigenlijk ben je voortdurend aan het verdwalen en aan het dolen in tegenstrijdige gebeurtenissen en mystieke karakters. En dat zijn mensen die gokken op de paardenrenbanen. Dat zijn mensen die casino's runnen, maar niet de goede casino's, maar de tweedehands casino's. Het is een hele schimmige, duistere wereld. En Rudy Karsboek heeft ooit eens geschreven: nostalgie is de weg weten in een huis dat niet meer bestaat. Bij Modiano is het melancholie en dat is eigenlijk verdwalen in een huis dat niet meer bestaat. Verdwalen in een Parijs dat niet meer bestaat. Verdwalen in een verleden dat niet meer bestaat. En eigenlijk verdwalen in een leven dat niet meer bestaat. En dan gaan eigenlijk al die boeken, iedere keer met een nieuwe wereld als achtergrond, gaan al die boeken erover. En het is, ik vind het hartverscheurend mooi, omdat het mij heel persoonlijk, ik weet dat ik gebouwd ben en mijn weefsel bestaat uit een wereld die gewoon verdwenen is. En waar je nog, en dat is wat zijn boeken doen bij mij dan. Het roept iets op. Ik ga zelf denken. Ik zie die figuren voor me die ik vroeger als kind gezien heb. En ga daar dan ook over fantaseren. En dat is fantastisch om te doen. En je wordt daar op een hele warme manier melancholiek van. Dus eigenlijk het hele oeuvre van Patrick Modiano. Maar ook met name het nieuwste boek. Nieuwste boek is gewoon weer een prachtige nieuwe diamant aan die kroon. Mooi. Dankjewel. Jean van der Velde. Goed weekend. Ja.